Ga door. Ik zie de finish al en hij wordt eerste. Tjaka! Ik ga gewoon jullie kant op vliegen. Hallo. Hey kijkers, Michael als Turms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe minigames met Giel en Vincent. Ja, maar op graswaaien simulator. Oh my god, ik heb mijn geluid zo hard staan. Holy chips, de frieten. Ja, we gaan vandaag het grasmaaien koespelletje doen. Echt waar, waarom lekt de server bij mij zo erg? Ja, bij mij ook. Ja, ben ik niet de enige? Ja, je bedoelt dat je af en toe stilstaat. Ja, het doet gewoon een beetje blablabla. Een beetje zo van half poep gewoon. Half poep. Oh shit, ik loop helemaal verkeerd. Nee. Oh, iemand die pakt hetzelfde graslijn die ik wou. Ja, dat heb ik dus ook. Oh, maar ik heb hem hier. Je moet soms ook even langs die randjes. Daar zit soms niemand op te letten. Dat is echt super chill als je die pakt. Ik ga niet de eerste meer tweede, worden. Je staat tweede. Ja, maar niet de eerste. 20 seconden. Ja, maar eerste ga ik niet worden. Ah, kom hier. Ik zie hier nog een mooi strookie. Oh, perfect. Zo, al het gras is zo wat op, joh. Waarom duurt het nog zo lang? Wie bedenkt dit? Nog 9 seconden. Hoeveel moet ik er nog? Ik heb je ingehaald, fuck. Hoe dan? Ik zit hier gewoon allemaal gras op de vreet, joh. Dat wil je niet weten. Ja, ik ook. Ah, in ieder geval, we zijn tweede. Hoe dan? Nou, oké, klaar. Eerste en tweede, dat is altijd goed. Maar we willen natuurlijk met z'n beide eerste en tweede worden uiteindelijk. Oh, nee, niet dit spel. Die villager, die luistert soms echt, jongen. Volgens mij denk ik dat echt Chinees is, die vent. Oké, daar gaan we. Oké, een fishing rod. Die. Hout. Je moet je kopweb. Ja, weet ik. Je hoeft mij niet te vertellen hoe ik moet craften, Giel. Bam. Okay. Deze man direct iedereen hier. Heb je hem al dan? Nee. Ik wel. Hij moest een rondje lopen. Oké, volgende. Volgende is een iron chestplate. Dan weet je dat alvast. Hoef je niet te kijken. We hebben allemaal hetzelfde. 2, 3. Heb je? Oh. 5, 6, 7. Oh. Ah. Kom hier. Oké. Dan moet je in de furnace doen, toch? Ja, tuurlijk. En dan komen ze direct goed eruit. Oh, ik druk 2 keer nou al op E. De volgende is een... Daar komen ze niet uit. Furnace. Oh, volgende is een furnace. Oh, rondje lopen. Je moet sowieso aan de andere kant checken. En dan, anders krijg je... Hij luistert niet. Wie luistert niet? De villager. Ja, die villager niet. Hij is heel... Kan ook zijn dat je hem hebt aangetrokken. Dat is een van de grootste, stomste fouten. Die diamond chestplate is daarna. Oh, lol. Oh my... Hoe kun je zo snel zijn, joh? Ja, Giel, wat ik zei. Leg mij maar niet uit hoe dit minigametje werkt. Ik heb zo vaak ruzie met die villager gehad. Dikke boerenbraadworst dat het is. Oh, diamond plate body zei je? Ja, diamond plate body en dan een boot. Okay. Maar je kan niks meenemen voor de volgende ronde, toch? Nee. Nee. Ik loop even naar de village toe als ik iets heb. Ja, ik ben al klaar. Wow. Bam! Bam! Een boot, hè. Laatste is een boot. Oké. Boot. Oh, ik ben ook klaar. Nice! Oh, ik ben tweede. Wow, we zijn goed. Waarom nog 150 seconden over? Tot iedereen gefinished is. Het gaat gewoon om de volgorde, niet om wie de snelste is. Ja, ook. Maar... Oh, okay. Jij weet wie er goed in is. Ik niet. Maar Vincent wel. Kijk, die gouden gek redden. Die ga ik meteen schieten, let op. Oeh, iemand had hem net voor me. Oh, yes! Vincent heeft de TNT arrows. Kom maar met de volgende TNT, dude. Want dan pas ga ik schieten. Wij willen TNT. Wij willen... Huh. Boom. Oh, nice. Ik heb een gouden. Ik wil TNT. Waar is de volgende TNT-zombie? TNT-zombie, laat je hoofd zien. Waar is dat ding? Die komt erachter, denk ik, ergens. Nee, hij moet nu wel toch ergens komen. Waar is die TNT-zombie? Kom op. Ik moet wel, of hij moet wel snel komen, want jij gaat winnen anders. Sta ik bovenaan? Ja, je staat bovenaan. Nee, joh. Ja, joh. Hak niet, hoor. Oké, dan moet ik het maar zo doen. Maar je bent TNT aan het schieten. Ja, ik heb niks meer. Boom. Nou, hij heeft het wel een kill gepakt. Oh. Dit is de derde. Nee. Oh, ik... Kom ben op. Niet zo slecht in. Oh, die was raak! Ik weet het zeker! Ja! Lekker! Sorry, Giel, spijt me. Hoeveel staat je eerst? Ja, maakt niet uit. Het spijt me. Als we samen bovenaan, hè. Titi! Oh, iemand had hem al. Oh, kom op hier! Oh, heb jij hem? Nee. Leek wel zo, maar dat was niet zo. Oh, maar ik heb wel gewonnen. Oh, gelukkig. Ik heb nog een stack. Even goed focussen. Holy chips, Minerino. Nee, niet dit spel. Oh. Ik vind het zo'n stom spel. Als je gewoon mensen 2 keer goed hebt geraakt, dan kan gewoon de derde keer kan gewoon iemand je kill nakken. Dat vind ik zoiets stoms. Yep. Je moet gewoon one shot, one kill hebben, of zoiets.
Ja, nou... Vliegende berg. Ik vind gewoon dat als je iemand echt gewoon goed vol raakt, dat je gewoon iemand... Kijk, zoals hier raakte ik net... Hier, deze raak ik nu. En nu... Oh nee, ze leeft nog, maar... Ik vind het wel mooi dat die varkens ontploffen in vlees. Oké, nu heb ik eindelijk mijn kill die ook van mij echt van mij was. Dus die is niet ik dood. Ik zat op een varken. Ja, dat kan. Als je heel snel klikt, kan je op een varken zitten. Wee. Lol. Maar hier, kijk, zoals nu, ja, weet je, op zich best wel neigerig, hoor, dat je dan iemand zijn kill nakt. Ja. Ja, weet je, iedereen kan het doen, dus het is een soort van strategie. Nee, wow, iemand die loopt op zijn varken te vliegen. Laat ik dat ook doen. Nee, dat ben ik. Ik kill mij. Zit je ook op een varken te vliegen? Ik zit achter je. Nee, ik zit achter je. Hier, ik sta stil. Nice, heb je? Ja, ik heb je. Okay, heb ik kan nog maar één Ik heb ook één hartje. Weet je? Nou, je bent helemaal aan de andere kant, joh. Hoe weet je dat? Ja, omdat ik je niet zie. Oh, ik zit achter je, achter je. Oh. Lol. Hier. Maar even die banana dude kapot maken. Geel, geel. Yo. Nee, ik ben één keer dood. Ja? Ja, dus jij hebt me er voor de eerste keer gekillt. Nee, niet. Ik ben al eens voor 3 keer of zo. Ja, nu ook, weet je wel. Best wel neigerig zit ze hier de hele tijd met z'n allen te vechten. En ik kom 1 keer aan en ik krijg meteen een kill, weet je wel. Dat vind ik zo, ja. Ja. Oh. Hoe kills heb ik? 5. Ja, jullie ook? Hoe kan ik dan achter staan? Weet ik het. Oh, dat is gewoon random of zo. I guess. Af en toe word ik heel dood, random geraakt. Die moet dood. Oh shit, nu pakte hij mijn kill. Zie je, dit is zo stom dit. Die varkensgeluiden. Ja, maar ik vind dat niet echt de leukste minigame nee, of zo. Nee, ja, dat duurt ook te lang, vind ik. Ja, behalve dat het te lang duurt, is die ook niet echt leuk. Go. Hoe gaat het nu? Ja, bij mij gaat het wel oké. Ik heb weer een kill erbij, maar... Deze Teletubby moet dood. Teletubby? Hey! Oh, ik sta wel tweede, maar je staat niet eerste. Ik heb een 5. Oh, je hebt een 9, joh, gek. Nee, 9 sterren totaal. Oh, wauw. Ja, nu moet je die kogel van die boot dodgen. Ja, dat is wel lastig, dit. Kan je het aan? Durf je het aan? Ik durf wel, maar ik denk niet dat ik ga winnen. Waarom niet? Weet ik niet. De vorige keer was ik hier ook super slecht. Mensen gaan gewoon bij randjes staan. Dat is super, ja, flauw eigenlijk. Helpt dat? Nee, hoor. Ga dood. Oeh, ik was bijna dood. Ik kon het zeggen. Maar niet van het eiland aflopen, dan ben je ook gewoon dood. Ja, dat deed ik de vorige keer. Ik liep naar achter om een ding te ontwijken en toen ging ik dood. Dat was het. Oeh. Je hebt ook echt gewoon een half hartje zo. Als je 1 keer geraakt wordt... Yep, dan ben je helemaal koekoek. Ik hoop echt dat deze gast doodgaat. Ik wil eigenlijk dat blokje onder hem... Ja. Wauw. Oké, ik ben dood. Echt? Ja. Pas op. Holy shit, het zijn nog 5. We staan allemaal op de rand. Oh, hij is dood! Oh, nice! Hij is dood op de rand! Ja. Oh, ik heb hem gewonnen! Ging er 3 tegen. Rekt, jongen! Krijg je als je campt op de rand. Dan zie je kogels verkeerd. Kippie vliegen. Ik hoop dat ik deze win. Go. Ik ben hier niet echt goed in zo. Ik word aan de kant gedrukt. Ja, dat kan. Oh. Wat de fuck zijn die dingen voor geluid aan het maken dan? Ja, koeien, kippen. Alles tegelijk. Ja, en ik mis weer. Ik ook. Wow, die gast die gaat hard. Oeh, ik denk dat we van hem gaan verliezen. Of hij moet straks nog een keer fout gaan, dat kan. Hij gaat zelfs zo snel dat ik hem niet meer zie, joh. Ik rook hard nu, hoor. Dit is die vlieg ik tegen de rand aan en dan vlieg ik net niet naar de binnenkant, maar naar de buitenkant. Oh, ik ga hard. Ik niet. Oh, ik ga hard, ik sta eerste. Nice, vooral door blijven gaan. Oh, ik zie de finish al. Ga door. Ik zie de finish al en hij wordt eerste! Tjaka! Ik ga gewoon jullie kant op vliegen. Hallo. Go Giel, go Giel, go Giel! Je kan tweede worden. Go Giel! Yes! Woo! Giel de gekke kip, jongen. Bam, jongen, gekke kip. Oh, je bent wel tweede. Je hebt 2 punten voorsprong op de Gaming Kenny. Nice. Ah, dit vind ik ook geen leuk spelletje. Ik vind minigames echt super cool om te spelen. Maar dit soort spelletjes vind ik nou altijd zo van... Meh, weet je wel, het is niet mijn... Ik krijg meteen een klap. Ik ben 1 seconde uit mok. Ik ga gewoon mensen slaan, ik ga gewoon dood. Ik Teletubby hier. Ja, weet je... Ben je dood? Ja, tuurlijk. Hoe red je dat dan weer? Gewoon in een hok gaan staan en gewoon met 3 man erin en dan gewoon elkaar dood slaan. Zo moeilijk is dat niet. Gaan mensen ook nog dood of zo? Yep. Op de duur krijg je auto damage en dan ga je gewoon vanzelf dood. Goed bezig. Kijk, er staat 1 iemand in dat hockey te campen. Dat deed ik dus... Nou, niet te campen. Ik zat niet te campen, maar... Ja, waarom? Oh, direct. Ik zat niet te campen, maar ik had wel zoiets van... Ja, weet je, ik kan wel stil gaan staan, maar... Ja.
Ja. Nee, je snapt wat, nou, je snapt wat ik bedoel. Maar je bent wel derde, je hebt een punt. Oké, dit is leuk. We gaan gewoon mensen focussen. En als ze dan eenmaal weer komen, klappen ze er weer af. Dan krijgen ze nooit een punt. Ready? Oké, daar gaan we. Kijk, doe je Teletubby. Kijk, zo. Hé, nu moet je mij niet slaan. Ik sloeg jou niet. Dat was die Teletubby of zoiets. Nee, die Teletubby die had ik eraf. Ik heb hem ook. Oké, we moeten even kijken. Deze gast moet eraf. Die Red Jack. Oh my god, ik word de hele tijd eraf geklapt. Ja, welkom. Chila en die Red Jack. Oh, nu... Ah, die Teletubby zit mij te focussen. For you, Teletubby. Terug naar je Teletubby-land. Bok off jij, stomme Teletubby. Hier, ga maar van de map af. Hoe heet die punninkjes? Ga maar van de map af. Ik sta toch eerste. Wat wil je doen? Ga eens van de map af. Ga eens van de map af. Waarom kan ik hem niet van de map afslaan? Ik weet niet. Of je komt even op de heuvel. En je gaat even punten sparen. Net zoals mij. Nee, ik ga jou helpen. Oké. Ik ga je gewoon helpen. Ik ga dit toch niet winnen. Weet je wat is? Als ik deze win... Waar is die Red? Waar is die Red? Ik moet die Red hebben. Ik moet die Red hebben. Waar is die dude? Wie is dat? Heb je gewonnen? Ja! Nice! Wie is Red Jack? Ik ook niet. Oh, Lap Escape. Ik vind het irritant, want... Eerst is zand, dan hout. Ja. Kom op. Waar is de afteller? Ja, dat weet ik niet. Hij is al begonnen, oké. Ik zie het, maar ik kon de aftellen niet vinden. Ik vind het irritant, want ik heb altijd standaard een verkeerde volgorde, of een goede volgorde, voor mij. Maar deze is nu verkeerd, laat maar zeggen. Oh, lekker. Dus als ik Kom op, hout, zo lastig. Steen. Hoeveel ben je dan? Oh, ik sta geen eerste. Ik zit 1 meter achter hier, zo. Ik sta geen eerste, huilen in een hoekje dit. Ja, je hebt mensen die van die plugins, hè? Oh. Echt? Dat je automatisch het blok pakt wat je hakt. Echt? Hoe dan? Ja, dat bestaat gewoon. Maar ik sta nu eerste. Kom op, Vincent. You can do this. Dit mag je niet verliezen, dit is jouw game. Nou, jij bent hier heel goed in. Ja, ik ben hier heel snel in. Ik niet. 1. Ik weet precies waar alles staat hier. Ja, heel veel steen. Kom op. Yes! Fucken jullie allemaal! Hey, ik ben Doei! Wie is nou die Red Jack? Oh, dit is Red Jack. Ja! Nice! Eerste en tweede. Okay. Applaus voor jezelf. Goed gedaan, jongens. Bam. Mensen, allemaal hartelijk bedankt voor het kijken naar deze minigame. Vond je het leuk? Druk op duimpje omhoog. Vergeet het abonneren op Giel. Mijn kanaal is Turms. Mocht je daar gaan bij Superheld. En dan zeg ik tegen de mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao! Yo!